Rob even het woord willen geven, dat hij kan vertellen waarom hij dit zo heeft gedaan. Want er is een aanleiding voor, toch Rob? Ja, omdat ik altijd gewend ben tentoonstellingen te maken in de galerie en elders op locatie. Laatst bij de familie Sanders, bij 37 pk, de Vishal. Begin januari volgend jaar LUMC in Leiden. En dat noem ik uitstapjes. Want dan in de galerie, dan weet je het allemaal wel. Ik zie meestal de hele tentoonstelling hangen en dan is het alleen maar het doen en het voor elkaar brengen en de opening en zo. Maar hier heb je een andere situatie, andere mensen waar je mee werkt en andere ruimte. Nou goed, de kunstenaars die ik hier breng zijn niet kunstenaars van de galerie. Sommigen kunnen dat worden, dat ligt een beetje aan van alles en nog wat. Maar, dus ik wil het vrij blanco erin stappen. Niet zo van, dan gaat hij zijn galerie verplaatsen naar hier. Wat ook misschien aardig is te vertellen, de titel, meer dan een foto, dat heb ik niet uitgevonden. Ik zag zelfs dat in een begrafenisondernemer daar ook al mee werkt. Moet je maar op internet kijken. Dat komt dat ik vroeger als beeldend kunstenaar bezig was en nu ook weer aan de gang ben, maar dat is nog geheim. En toen had je CRM en de NKS, hè, Nederlandse Kunststichting. En het mooie was, dat was ook een tijd dat er nog geld was voor kunst, dat zij tentoonstellingen maakten en dan daar werken voor aankochten. Daar was ik ook te gelukkig een keer bij een foto aankoopronde. En onder andere Mari Boeijer, twee Haarlemers. En de werken die aangekocht waren, die hangen links. Daar begin ik ook mee. Als een soort verklaring van, meer dan een foto, waar komt dat vandaan? Nou, dat heeft een geschiedenis. Verder, dat hangt heel bescheiden in een hoekje. Is de spotlight op de andere kunstenaars. Bram van Stappen kwam ik tegen, het werk, hemzelf niet, maar het werk, op Art Rotterdam. Dat hangt daar, die donkere werken. Het was helemaal kapot ervan. Want jullie moeten niet denken dat ik verstand heb van fotografie, of dat je denkt dat het mijn eerste voorkeur is. Ik heb er eigenlijk niet zoveel mee. Maar ik heb ook niet zoveel verstand, zegt de man er altijd, dat betwijfel ik. Maar het gaat bij mij meest op gevoel. Dus als er een klik is, dan krijg je een soort hebberigheid om het te kopen. Nou, dat lukt hem wel, dat zie je op de achterwand. Dat zijn om aangekochte werken op een enkele na. En dan heb je er zin in. En zin in is dat je zo iemand wil brengen in de galerie. En ik wilde hier wat losser zijn. Ik heb rondgekeken in Tube Light in een nummer. Toen ik bij 37 pk te gast was. In een nummer zag ik helemaal interessante dingen van Mariette Zwaans. Die hangen daar in het midden, die vier. Douwe-Jan Bakker. Ik ga nou even het rijtje af. Daar was ik licht mee bevriend vroeger. En daar had ik grote bewondering voor. En het is een hele goede kunstenaar. Hij heeft ook mooie tentoonstellingen gemaakt, museaal. En ik heb van Sander Karskus gehoord dat de Hallen hem breder willen brengen in januari volgend jaar. Met de Belg Philip van Snik, een schilder. Dus door aanleiding van dan te vragen, hebben jullie nog zo'n kistje? Gaan ze kijken van, jezus, dat is eigenlijk een hele goede man. En in 1974, hing hij ook in de Hallen met Sigurd Gudmundsen en nog een IJslander, ik weet ze niet allemaal. Maar in ieder geval, dan komt hij weer een keer daar voor het voetlicht. Louise de Haan, de werken rechts, die ken ik van het Webblok. En die vond ik heel mooi, omdat ze heel schilderachtig zijn. En Dilke Spaans, die gebruikt foto's die al een tweede leven hebben. Namelijk, ze maakte collages van. De foto's waren eerst in een boek ondergebracht voor een ander doel.
En hebben nu als collage een hele in een andere samenstelling een nieuw leven. Ik zie hier ook dat ze er zelfs nog op schildert. Nou ja, moet maar kijken. Dus, maar wat je ook ziet, het zijn allemaal onderdelen van fotografie. Misschien mijn neefste binnen, Cordera, die Haarlemse kunstenaar, kun je ook noemen in dit rijtje. Alleen, die was minder artistiek in zekere zin, want zij doet er nog allerlei dingen mee met qua vorm. Cordera, ook heel sterk, nam heel sec, maakte series van dieren en planten. Nou goed, dat is ook een manier van met fotografie werken. Want dat is wat ik hiermee wil met die tentoonstelling. Je wordt omgeven door foto's, overspoeld per jaar, honderden, duizenden zie je. Maar goed, dat trekt me niks van aan. Ik heb gewoon mijn keuze gemaakt en werken bij elkaar gebracht waarbij fotografie een belangrijke, zo niet allerbelangrijkste rol heeft van het werk. En wat jullie ervan vinden is natuurlijk ook van belang. Maar ja, dat hoor ik dan direct wel. Maar ik doe altijd zo dat je met een soort open mind naar dingen kijkt. En los van titels en kaartjes en referenties. En dan gewoon denk ik, ja, wat vind ik er eigenlijk van? Weet je wel, doet het mij wat? Ik ben het wel heel erg met Rob eens eigenlijk, wat hij net zei, dat ik niet te veel moet invullen van wat je ziet, maar dat het mooi is om zelf te kijken wat je opvalt. Ik kan er een klein beetje, een paar handvaten geven. Dat is dat vaak ook niet alleen fotografie gebruikt wordt, maar ook onderdeel is van het onderzoek. Dus ik kijk, wat is anders aan fotografie dan een ander medium? Of een kader in fotografie is natuurlijk heel belangrijk, maar hoe kan ik dat anders benaderen? Of als ik mijn positie verander, hoe verandert dan het hele perspectief? Sowieso perspectief is natuurlijk een belangrijk ding in fotografie met het weergeven van iets ruimtelijks in een plat vlak. Wat ook vaak in schilderkunsten eerder is benaderd. Maar nou goed, dat zoek ik op. Hoe kan je dat anders laten zien? En het zijn van verschillende tijden zijn dit eigenlijk foto's de afgelopen 2-3 jaar. Niet op chronologische volgorde, maar het is wel, ik vind het mooi om het nu ook weer bij elkaar te zien, die dingen die eigenlijk niet aan elkaar gelinkt waren. Maar nou goed, ook in de hele tentoonstelling met de andere werken. En ja, kleur is voor mij belangrijk en licht. Licht is voor fotografie natuurlijk sowieso heel belangrijk. Vorm en hoe vorm verandert. Dus eigenlijk dus fundamentele onderwerpen en onderdelen. Maar bouw je de installaties eerst zelf in je atelier of kom je ze tegen? Ja, de linker is inderdaad was een atelier in Groningen. De tweede is in Zwolle, was een expositieruimte waar ik een anderhalve week te werk ging en toen daar dus dat heb gebouwd en dan vastgelegd. En dit is meer eigenlijk was een klein experimentje, maar goed, kan dus nu zo ook wel getoond worden als een werk. Mm-hmm. Daar heb ik verschillende vormen van gehad, maar ik denk zo in het klein dat ook wel dat experimentele erin zit van even wat proberen. Deze laatste die is in Photoshop wel bewerkt. In de zin van, ik wilde inderdaad platte vlakken, geen gradient, geen overloop erin. Dus het zijn een aantal kleurvlakken, terwijl als je ze naast elkaar ziet, dan zie je ook wel weer, lijkt er een soort gradient weer te ontstaan. Want dit is ook allemaal dezelfde kleur. Maar omdat het hier veel donkerder omheen is, lijkt er een soort verloop wel in te zitten. Maar het is hierbij eigenlijk wel meer de grens tussen abstracte vlakken bij elkaar, maar toch nog wel kan je voelen van er is een bepaalde bestaande situatie aan vooraf gegaan. Het is niet random kleuren. Dus. Nee. Het ruimtelijke gevoel is wel een belangrijk onderdeel. Dit is een stuk lastiger dan het eerste verhaal. Want er is heel veel te lezen over het werk van Douwe-Jan Bakker. Hij was namelijk een tamelijk intellectuele kunstenaar. Niet iemand die iets doet en dan daar een betekenis bij zoekt. Nee, het was allemaal gestructureerd en dit en dat. Dus ik heb kist nummer 9 uit een hele serie genomen, omdat hij zo, en dat sluit toevallig aan met die hoeken van Mariette, heel toevallig. Dit gaat over taal en over vorm. Dit is een vlak, dat vlak knikt sterker, fout zich
dubbel, dicht bijna. En dan zie je de laatste vorm dat het een boek is geworden. En dat is een voorbeeld van beeld en taal. Een heel simpel voorbeeld. En dit soort objectjes, er zit een rond stokje aan. En die werden ook als een soort uitgesproken vorm, zoals je zegt bijvoorbeeld vuur, zou die een klein vuurtje hebben gezaagd, rood hebben geschilderd. En Corrie, zijn toenmalige vrouwen, zouden het zo in de mond hebben genomen. Zo zijn die foto's tot stand gekomen. Om te benadrukken hè, dat de mond normaal dat vuur als woord vormt. Maar nu is het dubbel. Zonder dat ze iets zegt, zie je toch waarover het gaat. Zoals deze zou misschien grijze kubus kunnen heten. Maar goed, er is zoveel over te lezen. En de aardige, of zei ik dat al, dat weet ik nou niet meer. Nou ja, goed, ik weet ook niet wat het Frans Hals Museum de Hallen laten zien, maar ik hoop dat er ook een goed boekje of zo bij komt, want het is heel interessant werk. En het vocabulaire van het IJslands landschap in sculpturale zin, dat zijn die twee werkjes rechts. Douwe-Jan Bakker ging vaak naar IJsland en maakte foto's, want het thema is hier fotografie, hè, van het IJslandse landschap. En in IJsland heeft alles een eigen betekenis. Bijvoorbeeld een klein deukje in een landschap heeft een naam. Maar net zo'n model deukje, maar een halve meter groot, heeft een totaal andere naam. En dat soort onderzoek, daar richtte hij zich op. Het was eigenlijk meer een soort onderzoeker. Maar hij zette godzijdank wel dingen om in beelden, anders hadden we alleen maar een boekje of een filmpje. Maar hij had er ook een speciale naam voor, ik herinner me een pronounceable. Uitspreekbaarheden of zo. Ja. Nou, ik vond ze opscheppen. Nee, maar dat geeft het mooi, wel mooi samen. Ja. Een goede aanvulling van Erik de Nie, dames en heren. Nou ja. Ja, toch. Op het goede moment ook. Ja, even gewacht. Het viel me op, toen het hier zo hing, dat het onderwerp per foto zich rond of bijna in het centrum zich afspeelt. Ook die Jan Kamman foto die op de uitnodiging staat, dat marmer sculptuurtje, of ik denk dat het gips is, staat in het midden van de foto. Maar ook de studie naar Brancusi van Sjoerd Buisman, die cactussen in die pot, ook in het midden. En, zeepje ook. Ja, het zeepje ook in het midden. Dat is raar. En die lantaarnpaal van Ann Pettersen, dat blauwe werkje. En dat Andy Warhol, jong leraar met zo'n luchtgevuld kussen. En Nen Hoeven, dat donker werk in het midden. En dat bord met Joke Robaard. Ja, dat vind ik het meest opvallende ding. Ja. Spreekt iets van protest uit de 60 jaren uit. En het... Voor mij. Iedereen mag vinden wat hij wil, hè? Truttigheid op de grond. En dat werk, dat rode werk, rood-zwart, dat is van Pieter en Abby Heijnen. Die wonen nu in New York. En die had ik vroeger in de galerie. En in Oosternijkerk wonen ze op een boerderij. En in de deur, zo de gang naar de barn noemt hij het altijd, de stal. En er zat zo'n rood hartje ingezameld, een rood ruitje. Maar omdat dat weer een referentie had met de donkere kamer en donker, hè? Ja, vond ik dat altijd een hele goeie. Ik was ooit in de Appel en daar zag ik een tentoonstelling, het was een groepstentoonstelling. En dat was een Duits-Amerikaanse fotograaf. En die heette Uta Bart. En die had onscherpe foto's van stoplichten tegen blauwe lucht. En dat maakte zo'n ontzettende indruk op mij dat ik het gewoon niet uit mijn hoofd kon zetten. Dus ik dacht, ik ga daar ook mee aan de slag met dat scherp en onscherp. Alleen, hoe geef je daar een draai aan? Wat voor onderwerp kies je waardoor je sentimentaliteit of zo vermijdt, weet je wel? Dus ik heb eigenlijk heel lang gezocht naar een onderwerp wat ik geschikt vond om scherp te fotograferen.
Want die onscherpheid, dat, ja, dat geeft een soort effect in die fotografie, waardoor je meer in de buurt komt van schilderijen. En toen ik dit onderwerp had, dat zijn meestal corridors en doorgangen, toen had ik het eigenlijk te pakken, want schilderachtige dingen gingen ineens tellen, zoals formele dingen, zoals vorm en kleur en compositie. En ook het gevoel van, nou ja, ik zie niet direct wat het is. Ik weet wel dat ik een keer kinderen hoorde praten en die refereerden naar, aan die foto's als schilderijen. Het doet mij aan een ziekenhuis geautomatiseerde gevangenisinrichting, denk ik. Ja. Maar goed, ik heb dus dit als onderwerp gevonden en daar ben ik vrij lang mee bezig geweest. En ik heb, wat mij eigenlijk interesseerde was gewoon inderdaad een soort sfeer vast te leggen. Dus ik vertel geen verhaal van dit is een ruimte en dat is daar of zo. Het zijn anonieme ruimtes, abstract. En wat telt is gewoon de kleur en de compositie en de sfeer. Ja. Het heeft zeker sfeer. En ik denk dat het belangrijkste is dat zij een bepaalde sfeer in zich hebben. En tegenwoordig wordt er ook veel met Photoshop onscherp gemaakt. Mm. Maar ik heb dit allemaal nog met een analoge camera gemaakt. Dus dit is geen Photoshop aan te pas gekomen. En dat is toch een ander soort onscherpte als dat je in Photoshop de boel een soort mist geeft. Mm-hmm. Dus met de onscherpte van de lens krijg je bepaalde vervormingen, zoals in die lampen, die je eigenlijk niet krijgt in Photoshop.